Welkom bij de eerste les van biodiversiteit. En biodiversiteit is eigenlijk net als een eierdoos. Zo is het ene ei het andere ei niet. Echter, al die eieren passen wel mooi in hun eierdoos en dus ook in hun habitat. En dat habitat in het ecosysteem van de eierdoos kan best een stootje hebben. Echter, als we nou het habitat gaan verstoren, dan worden meestal de eitjes of de soorten toch minder blij. Stel, we pakken deze schaar, we zetten die eens even goed in onze eierdoos. Hupsakee. Dan is het ecosysteem toch wel verstoord. Als we nu de eieren weer terug in hun habitat zetten en we verstoren het ecosysteem, dan zie je dat het ecosysteem en ook de soorten daarin plotseling een stuk minder kunnen hebben. In andere woorden, de les van vandaag, verstoor je het habitat, dan gaat de biodiversiteit met stappen achteruit.